Vanavond gaan kinderen voor ons dansen. Mag Sebastiaan even niet meer voetballen. En krijgt Wilco les op een Hammond-orgel. Ik wou het hier maar bij laten. Goed. Goedenavond, je kijkt naar het muzikale programma Liefde voor Muziek, waar jouw smaak, jouw verhaal en jouw muziekkwaliteiten centraal staan. In tegenstelling tot normaal bellen we nou een keer niet aan, maar houden we gewoon iemand op straat tegen. Dat kan ook. Ja, goeiedag, ik ben Wilco Stroms, TV Apeldoorn. Hi. Dat is mijn cameraman Rob. Hi. Nou, we kwamen net tegen het begin van de straat even. En we zijn een beetje met een soort, ik zou bijna zeggen marktonderzoek. Oh. We hebben een programma Liefde voor Muziek en we zijn een beetje de muzikale smaak en interesses van de Apeldoorns een beetje aan het peilen. Okay. En mijn vraag is eigenlijk, wat hebt u met muziek? Wat heb ik met muziek? Ja. Alle muziek vind ik eigenlijk wel leuk. Dus Rolling Stones en Mega Mindy. Oh, maar dat is dan niet voor jezelf, hè? Nee, maar dat is dan meer voor Milou. Ja, Mega Mindy zijn heel leuk en Mega Mindy gaat de boeven vangen en raakt ze in een gevangenis. Wat hebt u met muziek? Ik heb eigenlijk altijd de radio aan, als ik thuis ben of in de auto. Dan heb ik altijd de radio aan. In de auto heb ik meestal Sky Radio, gewoon lekker een beetje algemene relaxed muziek. Als ik mijn radiowekker is Hot Radio Plus. Het is ook wel lekker gewoon relaxed, een beetje funky, soul-achtige muziek is wel lekker. Hebt u nog bepaalde namen dat u zegt van nou, daar voel ik me altijd prettig bij? Nee, op zich niet. Nee, ik ben een beetje redelijk algemeen. Nederlandstalig vind ik ook leuk. En dan vind ik Guus Meeuwis altijd wel erg leuk. Marco Borsato vind ik toch ook altijd wel een lekkere cd hebben. Dus dat is een beetje die kant van de Nederlandstalige muziek. En dat, en hoe belangrijk is muziek? Hoe zou een leven zonder muziek, hoe zou dat voor u eruit zien? Een beetje stil. Heb je nog met bepaalde muziek ook nog echt hele speciale herinneringen? Als ik dat voor mezelf spreek, dan weet ik bepaalde liedjes, daar heb ik echt nog wel hele diepe herinneringen aan. Geldt dat? Ik heb een paar nummers, heb ik wel herinneringen aan, ja. Kun je ook nog iets terughalen wat wij mogen delen met je? Een van de nummers wat ik bij ons huwelijk speelde was Celebrations van Cool and the Gang. En heb je thuis eventueel ook nog, wij vinden het leuk om, we houden mensen gewoon op straat aan en bellen overal aan. Heb je ook nog iets leuks om te laten zien thuis van, nou, met die cd's heb ik ook nog een leuke herinnering aan, dat we dan eventueel een stukje mee kunnen lopen en mee kunnen kijken. Van de vakantie hebben we nog een cd, hè. We zijn in Frankrijk op vakantie geweest en daar gingen we allemaal dansen. En hij heeft Floortje telkens op gedanst, hè. Elke avond gaan we dansen dan, voordat we naar bed gaan. Hè? Ja, er zit een beetje kras op, dat klopt maar. Sommige liedjes doen het dan niet meer. Maar het is misschien een hele brutale vraag. Maar zouden we gewoon met u even mee mogen lopen naar uw huis? En dat we dan even gaan kijken wat u aan muziek smaak thuis heeft staan? Ja, nou, dan gaan we dat doen. Oh, er moet eerst geklopt worden. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht geklopt? Ja, exact. Drie keer kloppers binnen. Straks gaan de kinderen voor ons dansen en heeft papa iets met fietsen. Maar nu gaan we eerst naar Sebastiaan, die net met zijn broertje een balletje wilde gaan trappen, op het moment dat Wilco hem komt lastigvallen. Wij zoeken Sebastiaan. Sebastiaan, jij bent van, ben jij dat? Ah, we kregen even een tip van de overbuurman. Wij zijn van TV Apeldoorn, ik ben Wilco Stroms, mijn cameraman Rob. En wij maken een programma, en niet over voetballers hoor. Want ik zie dat je helemaal gekleed bent in de kleuren van Barcelona. Ja, ja. Wij zijn op zoek naar mensen die iets met muziek hebben. En de buurman die zei, Sebastiaan die heeft iets met muziek, klopt dat? Ja, ik speel piano al 7 jaar. En heb je daar les in? Ja, 7 jaar les dus. En wat voor muziek speel jij? Nou, ik speel gewoon opwekking, dus met veel akkoorden. Dat speel ik dus. Dus dat is religieuze muziek? Ja, ook. En speel je daarnaast ook nog andere muziek? Ja, popsongs van die popsongsboek. Welke boeken zijn dat? Het heet popsongs gewoon. Okay, maar popsongs. En wat voor liedjes vind je zelf verder nog leuk? Opwekkingsliedjes vind je leuk? Maar wat? Nou, voor de rest een beetje blues vind ik ook nog wel leuk om te spelen. Hey, jij speelt piano? Ja.
Je woont in de buurt? Ja. Wij zijn met het programma Liefde voor Muziek de hele wijk een beetje aan het verkennen van heel Apeldoorn en van alle Apeldoorners. En we vinden het leuk om mensen op straat aan te spreken, maar we vinden het eigenlijk ook wel leuk om mensen te zien spelen. Zouden wij samen met jou mee mogen om te kijken hoe jij piano speelt? Ja, is wel goed hoor. Ja? Of moet je dat eerst thuis nog even vragen? Nou, dat mag denk ik wel. Ja? Ja. Nou, weet je wat, wij lopen gewoon mee en wij wachten gewoon aan de buitenkant. Dan vraag jij even of het goed is. Het gaat over een item over muziek. We willen graag wat meer weten over de Apeldoorns en wat zij kunnen en willen en leuk vinden. Ja, is goed. Mogen we even met jou... Is het hier in de buurt? Moeten we hier in de buurt zijn? Aan de overkant. Oh, dus, oh, wacht even. Maar is gewoon je vader die ons doorgestuurd heeft. Klopt dat? Ja. Kun je wat laten horen, Sebastiaan? Ja, is goed. Des huizes, heeft hij ook nog een muzikale smaak? Ja, die heeft ook nog een muzikale smaak. Nou, straks buiten zei je Rolling Stones, maar volgens mij heb je een bredere smaak. Ja, dat klopt. Skik vind ik ook wel leuk. En we hebben nog een speciaal liedje van Skik? Ja, Fietsen. Ja. Kun je die even laten horen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En wat is de speciale band die je met dat liedje hebt? Omdat ik zelf ook fiets. Wielrennen of? Wielrennen, ja. En dat ik mijn kinderen leer fietsen. Dus dan ben ik ook telkens aan het hardlopen. Want fietsen vind je belangrijk? Sporten vind ik wel belangrijk. Okay. En fietsen, dat raak je weer ontspannen. Dus dat vind ik ook wel prettig. Want we kwamen je inderdaad tegen buiten met je kinderen terwijl ze aan het fietsen waren. Ja, dat klopt. Ja. Dat was ook mijn derde rondje. Dus, En wat doe je zelf met fietsen? Ik bedoel, in de zin van doe je wedstrijden? Doe je het alleen als ontspanning? Of? Nee, ik ben gewoon een toerfietser. Dus gewoon wielrennen. Ja? En zeg maar dat ik zelf uit het oosten kom. Dus en Daniel Lohuis zingt natuurlijk ook gewoon op zijn Drents. En ik kom uit Achterhoek en het ligt wel een beetje bij elkaar. En waar uit Achterhoek kom je? Uit Terborg. Ja, dat is wel mij wel bekend. Ja? Skik is voor jou dan echt een soort beleving van herbeleving van het fietsen en het positieve gevoel. Want het is ook een heel positief liedje ook. Ja, dat klopt. Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen. Ja, twee positieve dingen. Eentje terug naar vroeger, zeg maar, naar de Achterhoek. Het leuke, het Achterhoekse plat praten. En het fietsen. Laat mij baas, fiets, laat mij baas. Fiets, laat mij baas van de aarde. Ik heb de band vol met vins. Die ik heb jou niks te klagen. Fiets, laat mij baas, fiets, laat mij baas. Fiets, laat mij baas van de aarde. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. En zoals beloofd nog even een dansje van de twee meiden. Wij zijn op zoek naar de inwoners van Apeldoorn die een leuk verhaal met muziek en een band hebben met muziek. Heb ik dan een goede persoon te pakken? Nee. Nee. Ik speel wel Hammond en dergelijke. Maar dat is toch niet wat u zoekt? Nou, juist wel, want wij zijn bezig met een soort
onderzoek. Ja. Wij bellen bij iedereen onverwacht gewoon aan. Ja. En we willen graag weten wat zij aan muzikale hobby's en interesses hebben. En het gaat er juist niet om of iemand professioneel is. Nee, wij zijn geïnteresseerd in wat de Apeldoorns qua muzieksmaak hebben. Wat is uw smaak? Jazz. Gewoon het jazz. En wat daar omheen hangt. En ik hoorde ze net zeggen Hammond. Hebt u een Hammond? Ja. Ja, ik zou het bijna niet durven willen vragen, maar zou we mogen zien? Eenmaal binnen mag Wilco Stonks zelf even achter de Hammond en krijgt hij les van de oude baas. We staan nu in, dit kan er allemaal uit. Wat is er van je mee? Nee, hè? Nou, we hebben nu helemaal kaal. Is je onderklavier? Ja. En dat is je boven en dit is de tweede baas. Maar ik hoor nog drums eronder. Er zit heel veel galm op. Gaan we ook nog iets met de galm? Kan de beurs een beetje, dacht ik, iets. Doe maar zo, hè? Ja. Vrijdag speelt Sebastiaan nog één keer voor ons. En hoeveel muziek speel je per week? Iedere dag wel? Ja, ik speel iedere dag wel wat opwekkingen en ja, in het weekend doe ik mijn lesjes. Komen we rapper Jimmy tegen. Nou, we zijn bezig met een soort onderzoekje, dus we willen graag rangerstanden telefoonnummers hebben. En... telefoonnummers? Nee. En laten we de meester zelf op het Hammond-orgel spelen. Bedankt voor het kijken, maak er een mooi weekend van en graag tot de volgende Liefde voor Muziek.